de eerste bachelor in ICT in education. Studenten zijn afgelopen zaterdag afgeleverd door de International Institute of Education for Development. De opleiding, die in samenwerking is tussen het MINOC en het IOL, is in 2014 gestart. De buluitreiking aan 69 studenten vond plaats in de ballroom van Hotel Torarica. Volgens de opleidingscoördinator Danielle Rosario is de groep met veel hobbels, opstaan en vallen uiteindelijk afgestudeerd. Voor anderen was het heel hard vallen, maar we zijn er, benadrukt Rosario. Je hoort ook de gewezen ambassadeur van de OAS, Albert Ramdien, die de afgestudeerden aanmoedigde om verder te studeren. Hij was een van de actoren bij de opstart van de ICT in Education opleiding. Tot vanmorgen nog was het, moet ik komen, ja of nee? U bent er. En wat vind je ervan? Dus nu zijn alle zenuwen weg. Beste junior faculty, beste collega. Het is mij een genoegen om vanavond aan u te zeggen van harte gefeliciteerd. We made it. En samen met jullie gaan we het nieuw traject in als de groep die Suriname zal vernieuwen. Ik dank. Maar dat is een stukje verdere ontwikkeling voor uzelf. En het bouwt op iets wat u zeer waarschijnlijk, anders was u hier niet, ook leuk vindt. Dus verder studeren is zeker een optie. Maar u koopt de gelegenheid om het geleerde, en dat is waarschijnlijk het meest maatschappelijk relevant, om het geleerde in de praktijk te brengen. En dat gaat van belang zijn in uw eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat gaat van belang zijn in de omgeving waarin u werkt, maar het gaat ook van belang zijn voor de samenleving. Iemand is het eens met vandaag. Onderwijsminister Robert Penu gaf de afgestudeerden mee dat zij de opgedane kennis in de praktijk moeten brengen. Waarnemend president Ashwin Adin zei dat hij als minister van Onderwijs in het begin sceptisch was over de opleiding en de voordelen ervan. Nu is hij ervan overtuigd dat het noodzakelijk was, want de opleiding heeft professionals afgeleverd. Vandaag bewijzen we menigmaal aan Suriname dat het ook voor het eerst in de geschiedenis is dat we op dit moment internationaal gecertificeerde docenten gaan afleveren voor het Surinaams onderwijs. And so the challenge becomes how to align this ICT on these things. And the most challenging will be for you, of course, to how to organize this for yourself. For this, for the education in the classroom. In that sense, you are all researchers. Because there's substantial data, there's empirical data that we need to prove that we need more investment. Will come from professionals like you. In that sense, the meaning of the Latin phrase, docendo discimus, meaning we learn while we teach, gets a different meaning. Waarnemend president Ashwin Adin en daarvoor onderwijsminister Robert Penu. Ze spraken afgelopen zaterdag tijdens de buluitreiking van de eerste afgeleverde bachelors in ICT in education. 69 studenten kregen hun bul uitgereikt in de ballroom van Hotel Torarica.